Vanochtend, ja, dat was eigenlijk wel het spannendste moment van de dag en misschien wel tot nu toe. Begon het een beetje actief te waaien en toen ging de vogel, het jong, ging op de rand zitten en heel actief zijn spieren oefenen, spieren trainen. En ja, we hadden wel een beetje de hoop dat dat het moment was dat hij ook het nest ging verlaten, maar hij ligt er weer in, hij is uitgeput. En ondertussen staan de hele dag tientallen vogelspotters naar het nest te gluren. Maar tot nu toe wil de jonge visarend nog niet vliegen. Boswachter Thomas kijkt vol trots naar de visarend in zijn biesbos. Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Scandinavië, dat waren broedgebieden van die visarend. En nu is het gewoon in je eigen achtertuin. Kan je gewoon door een telescoop, door je verrekijker, ja, iets historisch volgen. Ja, dat is de eerste keer dat ik een nest zie van een visarend. Ja, ik vind het gewoon mooi, hè? Vooral omdat ik ook hier uit de buurt kom of vroeger uit in de biesbos. Vind ik toch wel mooi om het zo mee te maken, ja. En dan is er opeens een hoop opwinding bij de spotters. De grote visarend vliegt richting het nest. Ja, daar komt hij aan. Ja, hij zit erop. Ja, nu gaat hij staan. Beetje wankelen, beetje uitbalanceren. Maar hij wordt gevoerd vanaf de achterkant. Nou, dat waren 8 vleugelslagen. En dan is het toch mooi geweest voor de meesten. Ik sta hier al vanaf vanmorgen, wat is het, nu of 9 of zo. Dus het is nou wel goed. Dus, ja. Maar het zal wel gebeuren de komende dagen. Maar goed. De vogel moet een beetje trek krijgen. De behoefte voor het vliegen, dat heeft waarschijnlijk te maken met voedsel. En zolang de ouders voer blijven brengen, dan kan het nog ietsje langer duren. Maar hij is er klaar voor, de vleugels zijn af.